gaan, hè? Nee. Ja, beter dan gisteren. Veel beter. Derde. Sanne en ik wisselen elkaar af. Ja, en morgen gaan we samen op podium staan. Dus ja. Ja, dat gaat nog gebeuren. Dus samen zijn wij een dreamteam. Ja. Goedemorgen. Vandaag dag nummer 3. En we gaan heel hard biken. Gewoon geen etappe? Zeggen ze? Nou, misschien. Die dagen heb je ook, dat je gewoon slecht bent. En ja, daar was er vandaag eentje van. Morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen, zelfs 2 nieuwe dagen. 2 nieuwe kansen. You never know. En Hielke, hoe ging het bij jou? Nou ja, het begon best goed. En toen ik had een hele snelle groep. Die eigenlijk iets te snel was op een gegeven moment. Ze gingen zo hard de tempo opvoeren. En toen moest ik eraf lossen. Dus alweer. Vandaag vierde, geen doel gehaald. Dus dat was het podium. Helaas. Dus wij gaan vanavond lekker samen uit eten. En morgen kunnen we dan misschien wel weer podium gaan. Of morgen. Of en. Eigenlijk zijn we maar grote pechvogels, want vandaag helaas geen podium. Dus we gaan onze favoriete pizza eten vanavond. Want we hoeven niet naar de pasta party en op zich is dat wel jammer. Want dat betekent dat we niet goed genoeg hebben gefietst. Maar aan de andere kant kunnen we onszelf niet verwennen. Ja, extra goed voor het herstel voor morgen. Chill-tijd. Tijd om te herstellen. Dat doen wij zo. Nou, de laatste dag voor vandaag. Nou, gisteren heerlijk gefietst en hoop ik vandaag ook weer te doen. En het belangrijkste is dat ik lekker een gevoel voor de cross overgehouden. En zoals ik me nu voel, zit het wel goed. En daar zijn we dan bovenop de Velberg. Nou, jullie zien het, hè? We zijn begonnen met 32 graden, denk ik, en nu is het 9. Nou, ik weet niet of jullie zien wat ik aan heb, maar enorm veel. Ik heb het echt koud. Ik hoop dat mijn lippen niet meer blauw zijn. En mijn fiets heeft de hele dag regen. Nou, mijn fiets moet wel even schoongemaakt worden. En zien jullie eruit? Oh, scheisse. Oh, maar het ging eigenlijk wel lekker, man. Ik ben derde geworden. Dus het ging eigenlijk gewoon heerlijk lekker gekoerst. Dus bam, goed gevoel voor het crossen. Laat die eerste wedstrijd maar komen in Vegas. Here I come.